vlog voor jullie. De tassen zijn veranderd, althans bij de Action waar ik altijd kom. Ik weet niet of dit overal zo is, maar in ieder geval, er staat geen Action meer. En ik heb al een hele lange tijd geen Action Shop vlog meer gepost. Het komt omdat ik financieel niet helemaal lekker zit. En ik had nu weer wat spulletjes nodig, huishoudelijk. Maar daarnaast heb ik ook wat andere spulletjes gekocht, gewoon voor in het huis. Dus ik hoop dat je hem leuk gaat vinden. En laten we maar snel gaan beginnen met wat ik allemaal gekocht heb. Als allereerst kocht ik wasverzachter, want deze was weer op. En ik gebruik altijd deze wasverzachter. En ik merk dat hij gewoon heel erg lekker ruikt qua geur. En dat je dit ook nog lekker terug ruikt in de kleding wanneer je deze gewassen hebt. En dat vind ik gewoon super belangrijk aan een wasverzachter. Deze is van het merk Sublime en deze kost 1,39. Ook was ons wc schoonmaakmiddel weer op. Dus de Bleek of Glorix of wat dan ook. En ik heb deze gekocht van Glorix in een dennengeur. En die vind ik altijd wel heel erg lekker ruiken. En er zit een kinderbeveiliging op volgens mij. Ja, dit ruikt super lekker fris en ja, vind ik gewoon altijd lekker een geurtje eraan. Deze is 1 euro, dus we kunnen weer even vooruit. Dan was ook de luchtverfrisser op, weet je wel, zo'n spray als je gewoon, ja, als het geurt op het toilet of wat dan ook. En normaal hadden we er eentje, ja, niet echt speciaal, ja, het was meer gewoon een home verfrisser, zeg maar. Dus gewoon voor een geurtje in huis, zo'n spray. Niet echt speciaal voor het toilet. En die hadden ze nu niet meer, jammer genoeg. Want die hadden we in een heerlijke geur lelie of zo. Maar welke ik wel tegenkwam was deze. En deze heeft de geur van perzik. Purdy Jasmine. En deze is, ja, die ruikt toch wel een beetje naar perzik. Het is een beetje een zoete geur. Maar ook een beetje een frisse geur. Ik vond ze allemaal niet zo heel erg lekker die er waren. Maar goed, het is wel prettig om in huis te hebben. En deze kostte 1 euro. Dan ben ik ook dol op van die luchtverfrissings. Ja, van die stokjes die je hier ook ziet. Ja, geurverspreiders heten ze. En ik vond deze zo leuk omdat hij zo'n uiltje heeft. Ik ben dol op uiltjes. En ze hadden ze in meerdere. Dus dan had je bijvoorbeeld een uiltje met handen voor de ogen, handen voor de oren en handen voor de mond, geloof ik. In die bekende uitspraak. En ik vind de geur sandelhout heel erg lekker, of sandelwood. Ja, sandelhout heel erg lekker ruiken. Dus ik ben voor deze geur gegaan. En ja, daarnaast ben ik gewoon ook een beetje gevallen voor het uiltje. En deze kostte 1,29 euro. Ook waren alle kaarsen weer op in huis. Dat gaat echt als het kouder is bij ons. Ik heb overal kaarsen in huis staan. Dus dat gaat er echt in een mum van tijd doorheen. Ik denk dat we zeker 2 weken, misschien 3 weken met zo'n zak doen. En dan is het gewoon al op. Echt heel erg. Maar goed, ik ben echt dol op kaarsen, op vaccinelichtjes. Ik vind het zo sfeervol en de verwarming hoeft dan ook niet aan. Dus dat scheelt ook wel weer. Deze zak met 100 vaccinelichtjes voor, die 4 uur branden kostte 2,39 euro. En dan heb je er ook nog één voor 2,79 euro of 2,99 euro. Daar zitten er 75 in en die branden 6 uur. Maar ik dacht, ja, ik merk niet heel veel verschil en doe mij maar gewoon waar de meeste in zitten. Dus ik ben voor deze gegaan. Dan kocht ik ook nog dit setje nep roosjes. Die vond ik heel erg leuk. Ik dacht, het is misschien leuk om gewoon ter decoratie ergens te laten staan. Want ik ben gek op bloemen. Maar ja, bloemen zijn best wel prijzig. En daarnaast gaan ze niet mega lang mee. Misschien hoogstens een week. En dan, ja, is je 5 euro er alweer doorheen. Of 10 euro of hoeveel jij aan bloemen besteedt. En ik dacht, ja, dit blijft gewoon. Het gaat gewoon veel langer mee en vergt ook veel minder onderhoud. Dus het leek me wel leuk om dit in een vaasje te, ja, neer te zetten. Ergens ter decoratie. En deze kostte 2 euro. Dan hadden ze ook echt super veel kerstspullen al. En ergens dacht ik, ja, moet dat nu al? Ik ben nog een beetje meer in de herfstsfeer. Kerst lijkt nog zo ver weg. Maar goed, we zitten al bijna weer in november. Dus de tijd gaat gewoon super snel. En toen zag ik dit kerstboompje. En die vond ik toch wel heel erg leuk. En ik wist ook precies waar ik hem al wilde neerzetten. Ik heb zo'n houten schaal met 3 van die kaarsen erop. En toen dacht ik, ja, die past er wel heel erg mooi bij. Omdat het ook een beetje van hout is en wit is. De kaarsen zijn ook wit. Dus deze vond ik toch wel heel erg leuk. Ook al vond ik er nog wat vroeg dus voor kerst. Ik kon hem niet laten staan. Deze was 1,49 euro. En als allerlaatst wat ik kocht was dit lijstje. Is een witte lijst. Met de binnenkant is gewoon transparant. En er zit dan een tekst in. Ik heb echt een zwak hiervoor. Ik vind dit zo mooi. Ik vond de tekst super mooi. Staat echt voor wat ik vind in het leven. En ja, is gewoon heel erg herkenbaar voor mij.
En ja, daarnaast vond ik gewoon, ik vind het er gewoon super mooi uitzien. Het is echt mijn stijl, zeg maar. En deze kostte €1,79. En je hebt ze ook nog in grotere formaten en met andere teksten. Of gewoon heel simpel met als afbeelding zo'n blaadje erin. Dus je hebt ze ook in diverse andere soorten. En dat was alles wat ik geshopt heb bij de Action. Ik hoop dat je de shop nog weer leuk vond. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Doe een duimpje natuurlijk omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal.